unificatie van de koers is simpelweg een aanpassing van de koers van de centrale bank naar een ander niveau. We weten dat in de markt er sprake was van verschillende koersen. Er werden koersen gehanteerd door de cambio's die lagen op ongeveer 15, 16, soms 14. Er zijn koersen die door de banken worden gehanteerd die liggen op ongeveer 10, laatst heeft de governor dat aangepast tussen 12 en 14. En de centrale bank heeft een koers van 7,52. Met de unificatie zijn de koersen gelijk getrokken naar het niveau van 14,30, zeg maar. Dat houdt de unificatie in. Het effect moet minimaal zijn, omdat de markt, de prijzen in de winkels, et cetera, al op basis van een koers van 14, 15, dus zoals het in de vrije markt geldt, gebaseerd zijn. Het enige effect is de prijzen van olie, benzine, brandstof, omdat die nog werden geïmporteerd op een koers van 7,52. Maar dat kan je niet vasthouden, omdat de importeurs van brandstof de dollars niet tegen 7,52 kunnen krijgen om de importen te financieren. Dus ook daar moest de import van brandstof geschieden op basis van de geunificeerde koers, die nu ligt op 14,29 eigenlijk. Wij verwachten niet, en mijn collega van Economische Zaken heeft gesprekken gevoerd met de importeurs van basisgoederen en essentiële goederen. Er is een lijst van basis- en essentiële goederen. Dat zijn goederen die iedereen nodig heeft, zoals knoflook, aardappel, uien enzovoorts. Dat die prijzen niet aangepast hoeven te worden. Omdat die prijzen invoerrechtenvrij worden geïmporteerd. Dus de overheid geeft faciliteiten aan die importeurs om die goederen invoerrechtenvrij te importeren. Dus die prijzen mogen niet de lucht ingaan. En als het aangepast wordt, mag het met maximaal 5 tot 7, 8% aangepast worden. Daar gaan wij voor zorgen. Aan de andere kant gaan wij een sociaal vangnet implementeren. Bijvoorbeeld het aanpassen van de AOV, het aanpassen van AKB, het aanpassen van de bijdragen die we geven aan mensen met een beperking, de zwakke huishoudens. En binnen dat vangnet proberen we dus de mensen te ondersteunen, zodanig dat ze geen schokken ervaren in hun overheidsbudget en dat ze de prijsstijgingen, die in mijn optiek niet zodanig mogen zijn dat er sprake is van echt grote prijsstijgingen, maar dat ze die kunnen opvangen. Dus we doen er alles aan om de mensen die hulp nodig hebben, om die te helpen. He, maar de unificatie was onvermijdelijk. Je kan het niet vasthouden omdat dollars tegen 7,52 niet beschikbaar zijn. We hebben laatst de government take met 1 SRD aangepast. In deze prijsaanpassing van de benzine is de government take niet aangepast. Dus het is gewoon een aanpassing vanwege de koersunificatie. Maar we hebben de agrarische sector, om producten vanuit de agrarische sector betaalbaar te houden, hebben we een incentive gegeven. Dus in plaats van een aanpassing met 1 SRD, hebben we juist verlaagd met 1,50. Zodat die prijzen stabiel gehouden kunnen worden. Dus ook daar ondersteunen we de bevolking in het betaalbaar houden van goederen, maar ook voedsel. Abos kopusami abi na ano prettig, ano smane fir boom. De prijzen gaan op toe, de benzine gaan, brandstofprijzen gaan op toe. Maar nou een san zou ben moest doen, want alles maar sabi dat in awoyo in obe man bij wan daga morgen tegen 7,52. Als je ben zoek wan daga, dat even ben vinding. Daarna tegen 14 of morgen, ik ben Paifa Daga. En dat unificatie, aanpassing van koers
voor centrale bank ben de van Oudo. Nou, aan Sansa, de economie af van Oudo voor de economie weer op stabiel niveau. En mijn accidents maar begrip, want na maatregelen zijn een moestekje voor de economie kon bakken op PABMD en dat kan plan gaan morafaren. Voor mij kan ik konden groeien, de economie groeien. Dus aan de maatregelen voor mij is maar onaangenaam, maar na maatregelen zijn er van nodig voor de economie kon bakken.